And I see what's being done to my kind. Every day, I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've had enough struggle. I just wanna live. Ja, deze jongen uit de Verenigde Staten heeft een lied gemaakt omdat hij boos is om iets wat in zijn land gebeurd is. In de stad Minneapolis is een zwarte man gestorven toen de politie hem wilde arresteren. Heel veel mensen zeggen dat de politie de man veel te hard heeft aangepakt en dat hij daardoor gestorven is. Volgens hen heeft het allemaal met racisme te maken. Er is nu veel protest, want het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt in de Verenigde Staten. Three or four officers were standing there with him, had him down on the ground, and they went off to come up and put his knee on his neck. Deze man was erbij toen politieagenten de zwarte man George wilden oppakken, omdat ze dachten dat hij mensen opgelicht had. Volgens veel omstaanders was de politie veel te gewelddadig en is George daardoor gestorven. Er is veel verdriet in de stad Minneapolis, maar ook woede tegen de politie. Want in de stad, maar ook in andere steden in Amerika, zijn al veel zwarte mensen gestorven door politiegeweld. Volgens veel Amerikanen heeft dat te maken met racisme. Sommige politieagenten zouden strenger zijn en meer geweld gebruiken tegen zwarte mensen dan tegen witte mensen. It's sad. It's sad because it didn't have to happen. Because all of that dude just take his foot off his neck and it would have never happened. De vier agenten zijn ontslagen, maar voor veel Amerikanen is dat nog niet genoeg. Ze vinden dat de agenten voor de rechtbank moeten komen en willen ze in de gevangenis. En dus protesteren ze al 2 dagen en nachten. Er braken ook al rellen uit tegen de politie. We kennen natuurlijk al.